Goedemiddag, we zijn hier op buitenplaats Het Huis ten Donk, zoals u ziet. Achter mij het mooie 18e eeuwse pand uit 1746 en om ons heen het prachtige park waar u op 1 juni op Tweede Pinksterdag van harte welkom bent. Met mij samen op de Zoom Robert Lichthelm. Mijn naam is Katrina Groenings van Zoelen en ik sta hier namens Stichting Het Huis ten Donk. En als nazaat van de familie Groenings van Zoelen, die nog steeds verbonden is aan de buitenplaats. En zodoende natuurlijk met het hele thema van de Tweede Wereldoorlog, hebben we gezien dat er allerlei publicaties beschikbaar zijn over Ridderkerk in de Tweede Wereldoorlog, over misschien buitenplaatsen in de Tweede Wereldoorlog, recentelijk nog in de publicatie van Het Buiten over bijvoorbeeld de bescherming van kunst en Nederhemert. En zo kwamen wij eigenlijk ook op het idee van, goh, hoe zat dat met de bescherming van het Huis ten Donk? Toch een parel in deze omgeving en al eeuwenlang. Wat speelde zich daar af in de Tweede Wereldoorlog? Een aantal dingen wisten we natuurlijk, dat er heel veel moeite was gedaan met de regering om dit Rijksmonument beschermd te houden. Dat het niet gebombardeerd, niet bezet zou worden, niet vernield. Ik wist natuurlijk dat mijn vader destijds voor hem een hele belangrijke prestatie had geleverd in de oorlog. Voor de Engelsen in dit geval. Dus een aantal dingen weet je, maar hoe zit dat nou eigenlijk precies? En toen vonden we Robert bereid om dit te onderzoeken. En Robert die heeft, het is een grappige situatie waarbij we eigenlijk nu een soort historisch moment meemaken. Dat we zo met elkaar moeten bellen. Eigenlijk ook een soort geschiedenis schrijven nu. En daarom hadden we bedacht, we gaan het zo opnemen. Want dit is de stand van zaken vandaag. En samen hebben we geprobeerd om eigenlijk het verleden beter in beeld te krijgen. En Robert die zit voor zijn prachtig bibliotheek over buitenplaatsen. En hij weet daar heel veel van. Hij heeft hele mooie publicaties al geschreven voor de Kastelen Stichting. Dus Robert, misschien wil jij iets vertellen wat je fascineerde over dit thema. En hoe eigenlijk de context van het Huis ten Donk is er maar één. Er zijn natuurlijk een heleboel buitenplaatsen. Wat speelde er toen in de Tweede Wereldoorlog? Ja, Katrina, ik vond dit ongelooflijk leuk verzoek toen je hiermee kwam om dit te doen. Om verschillende redenen. Van klein jongen af aan ben ik al gebiologeerd door buitenplaatsen. Ik denk dat daar genetisch iets fout gegaan is. En het hele grappige was dat er hele duidelijke overeenkomsten bleken te zijn in het oorlogsverhaal van jouw vader en van de mijne toen ik daarin dook. Ja, inderdaad. En Huis ten Donk is een uniek huis waarvan ik ooit al eens, nadat ik het ook eens de eerste keer gezien had, toen ik eens een keer op een hele koude winteravond jouw ouders daar bezocht, dat het vervolgens in een Engels tijdschrift one of the best rococo country houses of Western Europe werd genoemd. En ik heb het geluk gehad dat ik er vele malen daarna terug heb mogen komen. Onder andere voor mijn 65ste verjaardag. En dat ik het nog steeds een van de meest unieke huizen in Nederland vind. En het hele bijzondere was, want jij zegt terecht, het is nu een Rijksmonument. Was dat ik ontdekt heb, nu toen we gingen kijken. En een heleboel daarvan is schitterend beschreven in een boek Ridderkerk in de Tweede Wereldoorlog. Wat een uitermate belangrijke bron voor ons bleek te zijn. Ja. Dat het in 1940 geen Rijksmonument bleek te zijn. Er was een lijst opgesteld van panden die in oorlogstijd koetkekoet bewaard moesten worden, voor het beschermd moesten worden tegen het oorlogsgeweld. En Huis ten Donk bleek daar vreemd genoeg niet bij te staan. En jouw grootvader heeft dus in 40 met geweldig veel moeite, waarvoor hij ook met de Duitsers heeft samen moeten werken, toch voor elkaar gekregen dat hij het huis een beschermde status heeft kunnen geven. En dat heeft er zelfs toe geleid dat uiteindelijk pas eind 44, ondanks dat er een aantal dreigingen wel geweest zijn, hij de Duitsers buiten de deur heeft kunnen houden. En het heeft wel schade aangericht in het laatste stukje van de oorlog. Maar eigenlijk is dat allemaal nog dankzij zijn inspanningen heel beperkt gebleven. De grootste schade is in dat schitterende park gebeurd waar jij nu staat. Ja. Hij heeft wel een uitermate grote en belangrijke rol gespeeld in het dorp. Waarbij die, daar was in Ridderkerk toen toch al geweldige armoede die door de oorlog nog eens verergerd was. En waarin jouw beide grootouders door ondersteuning van de arme mensen, maar ook in de hongerwinter door het verspreiden van hout vanuit het bos, zodat mensen konden stoken, heeft hij daar een hele
belangrijke bijdrage geleverd. Hij heeft ook een paar keer bij de Duitsers geïnterveneerd om mensen uit het Oranje Hotel in Scheveningen vrij te krijgen. Hetgeen hem notabene na de oorlog nog de beschuldiging, die gelukkig toen terzijde is gelegd, opgeleverd heeft, dat hij te pro-Duits was. Zonder dat men gekeken had waarom hij met de Duitsers had onderhandeld. Dus ik vind dat als we terugkijken naar wat jouw grootvader in de oorlog voor het huis en voor Ridderkerk heeft weten te bereiken, dat je eigenlijk alleen maar heel erg, jij zeker, heel erg trots op hem mag zijn. Fascinerend dat op een gegeven moment als zaken in de geschiedenis raken, dan ga je natuurlijk meer kijken naar wat is er over geschreven, wat is er over gezegd. En dan wordt het wat onpersoonlijker. Dus ook in mijn geval, ik ging die verhalen lezen die in de boeken of in publicaties naar voren kwamen. En ging dat eigenlijk los natuurlijk van iets persoonlijks, maar echt zien als in verband met deze buitenplaats of met de omgeving Ridderkerk. Als je nu die context van deze buitenplaats vergelijkt met andere buitenplaatsen, hoe dat dus eraan toe ging met kunst. Hè, bij Nederhemert was het natuurlijk een dramatisch verhaal met dat men dacht dat men vanuit de overheid dat goed had geregeld, dat die kunst daar terecht was gekomen. En toch is verbrand, toch is geroofd. Dus ja, hoe bescherm je zoiets nou echt? En zelfs in dit geval is het natuurlijk uiteindelijk, ja, we moeten natuurlijk niet alles weggeven wat in het essay zo dadelijk naar voren komt. Maar is ook een teleurstelling heeft daar plaatsgevonden. Dus daar heeft een persoon, in dit geval dus mijn grootvader, enorme moeite gedaan. Blijkbaar kon je ook een en ander dus regelen met de Duitsers. Ook al is het een oorlogssituatie, was er dus blijkbaar nog iets te regelen. Welke regels gelden er dan? Het is natuurlijk een situatie van leven en dood. En eigenlijk gold dat natuurlijk ook voor objecten. Dat fascineerde mij. Maar goed, dus we hebben natuurlijk een paar van die verhalen bij elkaar geraapt. Wat zijn de artikelen die we, of objecten die we nog hebben binnenshuis, die eigenlijk refereren aan die periode, waaronder dus de oorkonde die wordt genoemd. Jouw vaders historie, Catharina Pico Groenings van Zoelen in de oorlog, is natuurlijk ook heel intrigerend. Hij was in 40 vlak voor de inval van de Duitsers naar Engeland teruggegaan, omdat hij daar kostschool had gezeten en om zijn studie te beginnen aan de London School of Economics. En toen brak de oorlog uit. Hij was te jong om zich toen al aan te melden bij de Nederlandse strijdkrachten. Daar was inmiddels via de Nederlandse regering en koningin Wilhelmina was de Prinses Irene Brigade opgericht. Maar in 1942 krijgt hij de kans om in Sandhurst, een beroemde Engelse militaire school, zijn opleiding tot officier te beginnen. En daarna heeft hij deelgenomen aan binnen het kader van de Prinses Irene Brigade aan de landing in Normandië, waar uiteindelijk maar heel weinig Nederlanders bij betrokken zijn geweest. En hij heeft toen vanwege een brug die hij tegen hele zware weerstand bij Amiens in de buurt over de Somme in beslag heeft genomen. En gedurende 24 uur totdat hij versterking kreeg, heeft hij daar stand gehouden. Heeft hij de Military Cross gekregen. Dat is de één na de hoogste Engelse militaire onderscheiding die er is. En zover ik heb kunnen vinden nu, is hij de enige Nederlander die de Military Cross heeft gekregen. En het moet door hun ook als heel bijzonder beoordeeld zijn door de Engelsen. Want Montgomery heeft hem zelf, de Military Cross, opgespeld in begin 1945. En dat gebeurde zelfs niet bij alle Engelse officieren, militairen die onderscheiding kregen. Moest overigens officier zijn om de Military Cross te krijgen. En bij jullie in het huis hangt dus die hele mooie oorkonde waarin hem medegedeeld wordt dat het King George de VI behaagd heeft om hem de Military Cross te geven. Kwam hij eind mei 1945 al terug op Huis ten Donk? Ja, want je ziet in huis dus een aantal foto's van een jonge Frederik Willem Edzard, dus Pico. Op zijn tank, je ziet hem, ik vond ook eigenlijk het hele pak van Montgomery zo indrukwekkend, want je kent natuurlijk de naam Montgomery van Maarschalk Montgomery uit alle geschiedenisboeken en opeens zie je daar een foto en dan zie je toch je eigen vader daarnaast, dat vond ik ook wel indrukwekkend, maar wij hebben natuurlijk de films gezien en dergelijke van D-Day, van de stranden, dat soort zaken zijn natuurlijk allemaal heel mooi in beeld gebracht, maar een kleine microcosmos zoals hier, daar is natuurlijk weinig van beschikbaar qua beeld, behalve de verhalen. En ik draai me even om, want ik herinner mij iets, en daar weet jij waarschijnlijk meer over dan ik, Robert.
dat in het park, dus eigenlijk op de weilanden, werden tenten opgebouwd? Of hoe zag dat eruit? Ja, vanaf oktober 1944, nadat je grootvader tot dat moment met succes de Duitsers buiten de deur had gehouden, werd ineens het park in beslag genomen. Ze kwamen met tanks door de poort van Huis ten Donk heen. En vanaf oktober 1944 tot februari 1945 is dus dit hele gasveld achter jou is bezet geweest met grote legertenten, waar schijnbaar een aanzienlijk aantal Duitse militairen in onder waren gebracht. In februari 1945 waren ze ineens weg en eind april 1945 waren ze weer terug. En er is dus een hele grote groep van mijn schat, een paar duizend Duitse militairen, heeft de oorlog beëindigd bij jullie in het park daar. En daar zijn dus ook direct na 5 mei, zijn er een aantal hele ernstige incidenten tussen de binnenlandse strijdkrachten en nog gewapende Duitse militairen geweest, waarvan er een aantal direct rondom Huis ten Donk. En daar zijn ook doden bij gevallen. En op de avond van 8 mei is als het vervolg op een van die schietpartijen in het dorp, zijn 20 mensen tegen de zijmuur van Huis ten Donk aangezet met de bedoeling om ze te executeren. En dat waren gewoon mensen die daar in het park liepen of die op de dijk liepen die ze verzameld hadden. En toen was er één Canadese officier als een soort voorhoede was ter plekke en die heeft à la minuut geïnterveneerd en voorkomen dat die mensen doodgeschoten zijn. Maar het had dus voor Huis ten Donk nog in een heel bloedig drama kunnen eindigen op 8 mei. Maar het feit dat er een plek is waar dat herdacht kan worden, zoals ook het herdenkingsmonument op de Donkse Laan, die verschrikkelijke schietpartij heeft plaatsgevonden, en dan ben je toch dankbaar dat die memorabele plekken er zijn om toch aan deze momenten terug te denken. Ja, zeker. Dat er aandacht aan wordt besteed. En zouden Catharina en ik je nieuwsgierigheid geprikkeld hebben, dan kan je het essay downloaden wat we geschreven hebben. Ja. En nog veel meer lezen over Huis ten Donk in de Tweede Wereldoorlog. Ja, nee, wij hopen heel erg dat u geniet van die prachtige wandeling op 1 juni. Waarbij u de verhalen van Robert en de verhalen eigenlijk uit de geschiedenis die hij verzameld heeft, echt tot leven kunt laten komen in uw gedachten. Een moment van bezinning, maar ook een moment van gezond even buiten zijn in deze gekke dagen. Wij wensen u allemaal heel veel gezondheid toe. En we hopen natuurlijk dat een oorlog als deze nooit meer zal plaatsvinden. En dat dit soort prachtige kunstwerken, zoals deze buitenplaatsen, voor altijd behouden mag blijven. Mag ik me daarbij aansluiten?